hoe mooi. Hoe oud ze ook zijn, hoe mooi ze blijven. Earth, Wind and Fire en Love Goes On uit de jaren 80. En wat eerder dit jaar bereikte ons het trieste nieuws dat Maurice White, de leadzanger van Earth, Wind and Fire, overleden is naar een slopende ziekte. En de band bestaat nog wel steeds, maar ze zijn wel een beetje afgeroomd. Ze zijn nog maar met z'n drieën, Mart of zo, Earth, Wind and Fire. Ze zijn niet meer met een hele grote groep, toch? Nee, hè? Ja, ze zijn wel heel groot, maar niet meer de originele bezetting. Nee, niet meer de originele bezetting. Nou, dat kan ook niet meer, want ze zijn bijvoorbeeld allemaal in de jaren 60. Dus ja, we worden allemaal wat ouder. En om dan op dat podium te gaan lopen springen en te rennen. Zoals de Stones bijvoorbeeld. Ik neem een petje af, hoor. Het is 10:30. Hier is Tina Turner, ook een dame. 76 jaar inmiddels. Ja, 76 jaar al. Je zal het niet geloven, maar het is toch echt zo. Tina Turner hoorde en I Don't Wanna Lose You uit de jaren 90. Het is 9:56 en we draaien gouden ouwe tot 10:00. En dit is er ook eentje. Uit 1982, Tear Richardson en Stop Before You Hurt Me. Onze bodem, Tear Richardson uit 1982, een stap Before You Hurt Me. Niet zo'n hele bekende plaat, maar toch even lekker om te draaien hier op donderdagavond. Om 9:55 in Geklesd Ladies' Light, de speciale zomereditie van dit radioprogramma. We hebben trouwens ook een Facebook. Kijk even op Facebook, Geklesd Ladies' Zat. Elke dag hebben we daar natuurlijk Ladies' Zat onderwerpen met een lach en een knipoog. En dat onderstrepen we wel eventjes, want er zijn heel veel mensen die helemaal over de rode gaan. En die nog steeds niet de infoteksten van de pagina gelezen hebben. En als je het woord negatief plaatst in een reactie, ja, helaas levert dat dan een blog op. Dat is wel jammer voor je dan. Trouwens, nog meer nationaal product op de zender. Drie fantastische dames. Ze hadden succes in de jaren 80. Ik heb het over History van Mai Tai. Jammer genoeg maken ze geen muziek meer, de dames van Mai Tai. History. Ze hadden in de jaren 80 diverse hitsingles. En dit was er eentje van. History. Dag en nacht. Radio Lelystad. Radio Lelystad. Moonlight on the way. Just a night. Muziek gaat gelijknamige televisieserie Moonlighting, die een succes was in de jaren 80. Je hoorde Al Jarreau en Moonlighting. En dit was trouwens een tv-serie die enkele jaren op tv is geweest bij Veronica. En we maakten in die tijd voor de allereerste keer kennis met Bruce Willis. En later natuurlijk succesvol geweest in diverse films. Nou ja, ik heb daar verder geen uitleg over nodig natuurlijk. Het is 9:50. Je luistert naar Geklesd Ladiesat Light op deze donderdagavond. Straks na 10:00 Mart Walters met het tweede gedeelte van Geklesd Ladiesat. En tussen 11 en 12:00 de lekkerste afsluiting van de donderdag op de Wekkerradio met Marcel Dubbel en Moon Dance. En dit, Nederlandstalige muziek, is dit alles. Is dit alles? Ja, ik denk dat dat ons allemaal wel eens een keer afvragen in het leven. Is dit nou echt alles? Ja, Doe Maar had er een hit mee in 1982. In 1981 maakte Nederland kennis met deze band Doe Maar, met sinds een dag of twee. En wel later is het ook diverse hits en de rest is geschiedenis. Het is 9:50 en de hits blijven maar doorgaan tot 10:00. Oude hits, stoffige hits uit het verleden, maar wel lekker om te luisteren. En straks na 10:00 krijgen we wat nieuwere muziek, speciale plaatjes van Mart Walters. Dus blijf er gezellig bij, want we zijn er tot 12:00 met leuke uitzendingen op Radio Lelystad. Zoals ik al zei, leuke muziek van Royce Royce en Best Love. Ik denk dat we allemaal wel zo'n plaat hebben waar een verleden aan zit. En ook deze plaat heeft een verleden voor mij. Je hoorde Rose Royce en Best Love uit 1982. En deze plaat toen
stond toen hoog genoteerd in een hitparade die ik presenteerde hier in Lelystad. Op een of andere vaag radiostation. Een heerlijke plaat. Het is 9:15. Aan de andere kant van de tafel staat Mart Wolters. Ja, maar bijna zeggen andere kant van het raam, hè? Andere kant van het raam, maar dat raam hebben we niet. Want dan zit je een hele andere studio, joh. Ja. Dus, hey, en daar kan het gezellig zijn daar. Ja, daar ik kan zie het. Af en toe wel eens van die mooie dames voorbij komen. Ja, dat ik zeg, dat ik zit waar. Toch echt in het verkeerde hok hier, ook. Ja, die zie ik toch liever dan jou in je zondagse pak. Ja, toch wel, hè? Ja, inderdaad. Absoluut. Ja. Dus. Hey, maar Mart Wolters, straks na 10:00 voor het tweede gedeelte van Geclashed Ladies Light, de Summer Edition. De laatste, hè? Oh, onder andere met Sparrow, een leuke single, een leuke zomerplaat. Ja, leuke zomerplaat. Je moet je maar even luisteren. Ah, gewoon lekkere muziek rijden. Even niet stoffig. Even niet stoffig. Nee. Er zit wel een stoffig plaatje tussen, nou, is van Madness. Oh, oké, leuk. Ja, Madness, altijd leuk. De vertaling van hou je kop is. Oh ja, shut up. Juist. Het is 9:30. En dit is ook zo'n mooie van Robert Palmer. Can we still be friends? We can't play this game, man. Helaas veel te jong overleden, Robert Palmer. And can we still be friends? Juweeltjes gemaakt in de jaren 70 en in de jaren 80. Maar helaas die vreselijke ziekte ook weer overleden. Elk jaar heeft Geclashed Ladystad op de laatste uitzending van het jaar altijd de dodenlijst. En dan herhalen we altijd nog eventjes alle wereldburgers, bekende wereldburgers die overleden zijn van het jaar. En ik kan je nu al vertellen dat de edition 2016 een ontzettende lange avond wordt. Radio Ladystad, 90.3 FM. Thuis, op je werk of in de auto. Radio Ladystad. It's the fall. Net tegen mijn collega's, het is tussen 9 en 10, alle 13 dood. Want ook deze man is niet meer onder ons. Helaas, Michael. Het was een geweldige LP. Off the Wall, hoorde je. It's the Falling in Love. Een succesvol album van Michael toen de tijd, in de jaren 70. En deze plaat hoor je eigenlijk niet zoveel. En toch nog even gedraaid hier op de Geclashed Ladystad. Het is 9:57 en de man is binnen, hoor. Mazzel Drubbel straks na 11:00 met de allerlekkerste afsluiting van de donderdagavond. Heb je nog iets speciaals bij je, Mazzel? Muziek. Je hebt muziek bij je? Ja. Ja? En je gaat niet verklappen wat? Nee, nog niet. Nee, je gaat het niet verklappen. Oh, nou. Oké, nou laat ik deze toch maar even draaien. Dan ook weer muziek uit 1982. Het jaar 82 staat toch ook wel weer een beetje centraal in dit radioprogramma. Een van mijn alle favoriete bandjes die er zijn. Shalamar, 82 van de debuutalbum in Nederland, Friends. En luister mee naar It's a Night to Remember. Mijn radiocollega's maken altijd grappen over mij als we deze plaat horen. Wat zeg je? Ja. Ja, het is wel een van mijn favoriete bandjes, Shalamar, uit de jaren 80. Van de LP Friends, you know, It's a Night to Remember. Als ene laatste plaat in dit uur, eerste deel van Geclashed Ladystad. Ik ben er weer in oktober met de originele uitzendingen van Geclashed Ladystad. Ladystad onderwerpen met een lach en een knipoog. De komende weken hebben we dus gewoon non-stop muziek tussen 9 en 11:00. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bye bye.